Dat is helemaal niet zo goed te horen, want er staat ook wind. Ik ging helemaal niet thuis. En ik hoorde ervan is dat ik daarbij duidelijk kan maken dat intuïtie is ook iets wat je misschien soms niet hoort. Omdat je heel veel ruis hebt, heel veel lawaai om je heen. En wat je ook kunt doen, is een tool gebruiken, een apparaatje. Ik heb namelijk nu een microfoon aangesloten. En dan is het nog een stuk stiller en kan je nog veel beter horen wat ik, nou ja, dit is een metafoor, je intuïtie hier te vertellen heeft. Dus wil je intuïtie meer gebruiken, meer inzetten in je privéleven of je zakenleven, dan vraagt het soms om net even te draaien, net even die ruis, dat lawaai te verminderen of intuïtieve tools te gebruiken. Tools waarmee je intuïtie beter kunt verstaan, beter kunt begrijpen, beter kunt zien misschien wel. Nou, ik ben heel benieuwd welke tools jij gebruikt en wat jij doet om je intuïtie beter te horen. Je mag het achterlaten in een reactie op dit bericht.